Dames en heren, geef een daverend applaus voor de Miss Belgisch Limburg. En wie gaat dat zijn? Nummer 2, Jasmina. Miss Belgisch Limburg, Jasmina. Dus Jasmina, jij krijgt zo dadelijk een juweeltje hier van Sandra, maar we moeten nog even wachten om te weten of jij ook de Miss Limburg Internationaal wordt of niet. Miss Nederlands Limburg, nummer 17, Heandra. Heandra, Miss Nederlands Limburg. En één van deze twee dames, die wordt zo dadelijk de Miss Limburg Internationaal. En die Miss Limburg Internationaal, die gaat ook naar huis met een skireis in een 4-sterren wellnesshotel ter waarde van 650 euro. Miss Limburg Internationaal. Ja, en net zoals vorig jaar, want toen was Joyce op uit Nederland, was zij de Miss Limburg Internationaal. En ook dit jaar komt ze uit Nederland. Mevrouw Manis gaat er ook bij staan. Want dit is die nieuwe Miss waar je het mee zou moeten doen het komende jaar. En ik ben er vast van overtuigd dat ze een perfecte opvolger van Joyce gaat zijn. Ze gaat het fantastisch goed doen. En het traantje bij Joyce, want zij moet haar kroontje doorgeven. En ook Dani neemt afscheid als Miss Belgisch Limburg. Ook zij moet haar kroontje doorgeven. Heel ontroerend. Miss Talent voor België is geworden het nummer 7, Chiara. Een dame die nog heel wat in haar macht heeft. Chiara, nummer 7, Miss Talent. En natuurlijk in Nederland moet er ook een Miss Talent. Nederland, nummer 30, Stephanie. En dan zijn we toegekomen aan de titel van Miss Motivation. Die wordt is geworden Miss Motivation nummer 4, Melissa. En ook in Nederland was er een Miss die enorm hard gemotiveerd was en die volgens de organisatie de titel van Miss Motivation verdient. Dus een titel die eigenlijk niets met de jury te maken heeft. En voor Nederland is dat geworden het nummer 19, Giovanni. Giovanni. En dan zijn we toegekomen aan de Miss Fotogeniek. En daar heb ik ook wat hulp voor nodig, want jij mag dat hier zelf over vertellen. Miss Fotogeniek België. En dat is geworden. Hoe heet zo'n probleem? Sascha Massa. Ja, dus Sascha mag een week naar Malta al in en bij fotoshoots doen. En zij mag dat doen samen met een Nederlandse collega. Voor Nederland, Miss Fotogeniek, Romy
Hartelijk. Nummer 29, Romy van Samen met Sascha Eemeek naar Malta. En zoals Rudy het net al zei, van het weekend gaan ze al naar een rommel voor fotoshoots. De tweede eredame voor Miss Belgisch Limburg is het nummer 11, Tatjana. En dan wil ik graag de mensen Katja en Karel van Jeunesse eventjes op het podium vragen. Want Tatjana, ze hebben voor jou nog een speciale prijs. Een prijs die ineens uit de lucht viel in de jury. En de tweede eredame voor Miss Nederlands Limburg is geworden nummer 22, Eve. Voor Miss Belgisch Limburg, en die wordt het wel spannend natuurlijk. Miss Belgisch Limburg, eerste eredame, nummer 5, Tara. Eerste eredame voor Miss Nederlands Limburg is geworden nummer 28, Daniela. Ze worden overstand met al die cadeautjes. Als het er te veel zijn, ik ken thuis ook wel iemand dat daar blij mee is.